Een hele goede morgen. 3 maanden na de behandeling en we staan weer bij Bouwkliniek voor de deur. Vandaag een kleine controle en ze gaan een PHP-behandeling doen. En ik ga jullie ook weer meenemen vandaag, dus tot zo. En we zitten binnen bij Bouwkliniek en Eva staat hier naast me. En die gaat even kijken hoe het eruit ziet. Dus Eva, ik ben heel benieuwd, wat vind jij van het resultaat? Ik ook. We zijn inmiddels 3 maanden verder, dus ik wil eventjes kijken. Je ziet dat het er heel goed uitziet. Je huid is alweer mooi rustig. Alle roodheid is weg. En er beginnen ontzettend veel stoppeltjes door te komen. Dus ik verwacht dat je de komende 2 maanden een enorme groei zal zien. Dat het ineens heel snel zal gaan. Positief dus. Zeker. Nou, hartstikke goed. En nu zometeen een PHP-behandeling, een haarverbetering. En dan gaan ze, misschien dat je daar even wat over kunt vertellen, wat het precies inhoudt. Jazeker, we gaan de PHP-behandeling doen na de transplantatie om de haren eigenlijk een boost te geven. En we zien dat de haren gewoon een stuk sneller gaan groeien. En dit gewoon tot een heel mooi resultaat leidt. Dus we gaan lekker starten. Eva is nu de plasma aan het inbrengen. En ik zie dat de achterkant van je haar ook wat dunner begint te worden. Dus mm-hmm. Die neem ik ook mooi mee met de PRP. Kijk, hartstikke fijn. En nu hoop op een heel mooi eindresultaat. Maar tot nu toe... Heel eventjes geduld hebben. Nog heel even geduld, maar het gaat echt de goede kant op. En na een klein half uurtje bij Bouwkliniek te zijn geweest, zijn we alweer thuis. Zoals Eva al zei, ja, het gaat echt de goede kant op. De haargrens is al goed zichtbaar aan het worden. En ook middels de PHP-behandeling gaat het echt wel gewoon voor een groeiboost zorgen. Op naar een flinke bos haar. En over een tijdje ben ik weer bij jullie terug met weer een nieuwe update. En we zijn alweer een maand verder. Een enorme groeiboost. Zoals even de laatste keer ook zei. Hier zitten allemaal nieuwe haartjes. Hier zat eerder nooit wat. Het was alleen dit middenstuk. Dit is allemaal nieuw. En dat we bedenken dat dit nog geen eens het eindresultaat is. Er zijn heel veel stoppetjes en hele kleine haartjes die echt nog moeten gaan groeien. Dus we zijn nog geen eens waar we moeten zijn. En dit geeft nu al zo'n enorme boost op mijn zelfvertrouwen. Laat staan waar we over een paar maanden zijn. Dus ik kan niet anders zeggen dat ik nu al onwijs blij ben. En ik blijf jullie uiteraard meenemen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende. 5 maanden na de behandeling alweer. En dit is waar we nu mogen zijn. Heel veel nieuwe haartjes. En dan te bedenken dat we pas over 7 maanden echt op het resultaat zitten wat het moet worden. Ik blijf jullie uiteraard meenemen, dus tot snel!